Die moest ook zijn hele leven aan de medicatie. Wil het, en dat wil ook nog, dat in een jaar of 5, 6 geleden kreeg ik een dubbele herseninfarct. Dus eentje links en eentje rechts, dus hij hangt wel in het midden nog steeds. Maar toen ik dat hoorde van Johnny, dacht ik van, hey, ik doe dat gewoon. Hij zat in de studio, ik weet niet precies hoe het ontstaan is. Ik ben erheen gereden, een stukje ingespeeld. Ik dacht, nou, zo is het goed. Nou, dat was dus niet zo. Dat is het risico, hè? Alles wat je speelt gaat tegen je gebruikt worden. Ja, ten goede en ten kwade. Ten goede en ten kwade, maar ik denk in dit geval juist op ten goede, want ja, de reacties van het publiek toen jullie samen gingen spelen was wel duidelijk. Ja, natuurlijk. En ook de reactie van Johnny toen jij een cd uitreikte, want jullie hebben daardoor ook een band opgebouwd, neem ik aan. Nou, ik zeg het zelf wel, het is vraag en antwoord tegelijk. Ja, maar hij ziet jou natuurlijk als een van zijn grote voorbeelden. Ik kan me voorstellen, ja, jij loopt al zo lang mee in het vak. Dat je dat toch wel een eer vindt dat zo iemand die eigenlijk vooral sinds zijn punten al verdiend heeft jou noteert, als een voorbeeld ziet en als een held ziet. Zit dat nou nog eens? Dat iemand die zijn inmiddels wel zijn punten al verdiend heeft, jou nog steeds als een groot voorbeeld en een grote held ziet. Ik kan me voorstellen dat jij dat toch nog wel een mooi iets hebt. Nou, ik heb niet iets met heldenverzeringen. Ik heb daar helemaal niks mee. Dat hebben we in 40, 45 mogen meemaken. Ik vind de vrijheid die we nu hebben, vind ik veel belangrijker. Dat je niet noodgedwongen maar één kant op moet kijken. Dat je ook andere dingen kunt doen. En dat dit is er één van. Dat is gewoon uit eigen vrije wil. Eigenlijk zeg je nu heel mooi wat ik heel moeilijk vraag. Ja. Hoe vond jij het om met Johnny te werken aan dit project en dan met name ook omdat die opbrengst ook voor die hersenstichting is? Ja, dat vind ik een heel nobel iets. Dat vind ik eigenlijk een heel goed uitgangspunt. En als het niet zo hard zou geweest, had het ook goed geweest, maar in die zin van, dan had ik hier niet gestaan. En nu stond hier met plezier, heb je de cd uitgewerkt, heb je nog een boodschap aan de mensen die cd kopen en natuurlijk nog een klein stiekem een boodschap van Johnny zelf. Oh nee, het is voor mijn cadeau aan Johnny dat hij het heeft overleefd. Dat geldt ook voor mij natuurlijk. Dat is mijn cadeau aan Johnny. Gewoon persoonlijk, niks, geen gekkigheid. Heel mooi, dankjewel. Ja, dat is ook het mooiste antwoord. Dankjewel. Ja. Dat is heerlijk klaar. Ik wou net bij wat moeilijk. Ik ben heel blij dat je bent.